Zo, we hebben de gouden loper uitgerold en dat is niet voor niks. Voor de 10e week van het geld gaan deze slimmers namelijk hun beste geldtips met ons delen. Ik zeg, laten we snel beginnen. Hallo. Hoi. Hoi. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, zit je goed? Ja. Wat is jouw geldtip? Dat je moet sparen en niet meteen alles uitgeven. Ja, goeie. Je moet je geld niet uitgeven aan onnodige dingen. Nou, als ik iets heel graag wil hebben, dan leg ik elke week wat geld opzij voor mijn zak geld. Dat werkt voor mij heel goed. Kijk. Hou je kast overhoop. Doe maar. En zie je nog iets wat je niet meer gebruikt? Ja. Verkoop het dan op Marktplaats. Ja, dat is een slimme manier om aan geld te komen, inderdaad. Oké, kom op jongens. We hebben even een dilemma voor jullie. Wat vind jij? Een jaar geen internet of een jaar geen geld? Die is lastig, hè? Je moet kiezen. Een jaar geen geld. Een jaar geen internet. Auw. Een jaar geen geld. Dus liever internet en je ouders gewoon de rest laten betalen. Ja. Ja, ja, dat dacht ik al. Oké, we vroegen nog wat andere mensen om hun tips. Mijn gouden tip is om met je ouders te winkelen en shoppen, want die gaan dan voor je betalen. Vind ik een goed idee. Toen ik jonger was, kocht ik altijd snoep. En dat was eigenlijk heel veel geld dat ik verspilde. Dus mijn tip is om te kopen wat je meerdere jaren kan gebruiken. Ja. Vraag oma om een spaarpot. Dan kun je daar centjes in sparen. Zo simpel is het gewoon. Oké, even geen dilemma, maar wel een leuke vraag. Komt-ie. Heb je wel eens iets gekocht omdat je vriend of vriendin het ook had gekocht? Ja. En wat dan? Slijm? Nee, niet dat ik weet. Eerlijk? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Nee, ik geloof je. Tijd voor nog wat tips, jongens. Kom maar op. Gewoon trouwen met een hele rijke zangeres. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik zou een bedrijfje opstarten. Oh, zo. Als je geld krijgt voor je verjaardag, zet het op je bankrekening voor later voor je studie. Je moet kiezen. 50 euro op je spaarrekening of 50 euro in je portemonnee. 50 euro op mijn spaarrekening. Dan zie ik het niet en dan geef ik het minder snel uit. Lekker bezig, jongens. Tijd voor nog twee laatste tips. Als je iets koopt, denk eerst goed na of je het echt nodig hebt. En doe je dat dan ook? Bijna altijd wel. Ja. De beste tip om geld te sparen is klusjes te doen en niet meteen iets te kopen. Hoppa, in de pocket. Nou, ik kan hier wel wat mee hoor jongens. Dat waren een paar hele goede tips. En, heb jij nog een goede geldtip? Praat mee, thuis of in de klas. Want goed omgaan met geld, dat is goud waard.